Dit is Papa Alfa Nul Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 18 april 2016. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag is een uitzending waar wat weinig tijd voor was. Om die reden moet ik hulp van buitenaf vragen. Helaas kan dat soms niet anders dan in het Engels. Vandaag neem ik nog een verhaal uit de populaire wetenschap. Een onderwerp dat slechts zijdelings met onze hobby te maken heeft. Maar ik denk wel dat veel van degenen die het Engels kunnen volgen het onderwerp zullen waarderen. Er is verder, als het qua tijd lukt, alleen morsen bij de uitzending. Ik heb vandaag één onderwerp. De groep rond de bovenregionale repeaters heeft een lijvige tekst gepubliceerd op hun website hobbyscope.nl. Een lange tekst, maar waar het op neerkomt is dat er enkele gedragsregels zijn op de repeaters. Dergelijke gedragsregels ken ik zelf ook. Ik ben een van de beheerders van de site zendamateur.com. Het zijn niet meer en niet minder dan een paar verkeersregels bij het gebruik van een medium op internet of in de ether. Die regels die zijn er om iedereen een kans te geven van het medium gebruik te maken en ook om duidelijkheid te scheppen, zodat zowel degene die eventueel op zijn gedrag wordt aangesproken als degene die die persoon aanspreekt op die regels kunnen teruggrijpen. Dat geldt in het geval dus dat een klacht terecht is, maar ook voor het geval een beheerder het niet bij het rechte eind heeft. Ik heb in het verleden veel over de voorwaarden voor repeaters gepubliceerd. Het klopt inderdaad dat Agentschap Telecom de experimenten waarvoor je een ATOF nodig hebt, zoals bijvoorbeeld een repeater, primair ziet als een experiment van degene die die ATOF heeft aangevraagd. Gebruikers kunnen daar gebruik van maken, maar degene die de ATOF heeft aangevraagd, die bepaalt. Daar staan aan de andere kant overigens ook verplichtingen tegenover. Een ATOF wordt door Agentschap Telecom gezien als een bijzonder privilege van de ATOF-houder. Hij krijgt immers een frequentie of zelfs een paar frequenties tot zijn of haar beschikking die van alle amateurs zijn. En die voor amateurgebruik dus daardoor niet meer algemeen beschikbaar zijn. Om die reden geldt een ATOF slechts 3 jaar en loopt iedere ATOF-houder het risico om de vergunning een keer aan iemand anders te moeten overdragen. Ook bestaat er een verplichting om de repeater in bedrijf te houden. Maar sinds een aantal jaren bestaat in de regels ook de mogelijkheid om de repeater bij al te grote problemen tijdelijk uit te zetten. Ik hoop in elk geval dat iedereen iets aan deze duidelijkheid heeft. En ik denk eigenlijk dat het niet anders kan dan dat dat ook het geval is. I have here a scale model of the first atomic bomb ever used. This bomb, which destroyed Hiroshima, contains about 60 kilograms of uranium-235, of which only about 600 grams underwent fission. Enough, though, to generate an explosion equal to more than 13 kilotons of TNT. The bomb's designers divided the amount needed into two pieces. At the tip, they placed about 40% of the necessary uranium. They loaded the remaining 60% at the other end. A conventional explosion drove the projectile into the target, initiating the nuclear explosion. Now, the exact details of this bomb remain classified because they could still be used. Although this design involves some brilliant innovation by engineers in the 20th century, the really difficult part is preparing the uranium. This lies at the heart of all efforts to stop the spread of nuclear weapons. The key problem? Separating two nearly identical variants of the element uranium. Natural uranium occurs as a metal ore and it contains primarily two isotopes. Most uranium is U-238. U-235, however, can easily sustain a chain reaction that releases tremendous energy, whereas the more common U-238 will not. Most elements are stable, so that when bombarded with neutrons, they simply absorb them and decay later, or they require very high energy neutrons, but bombarding U-235 with low energy neutrons causes its nucleus to split. The emission of these extra neutrons allows the initial fission to generate a chain reaction. So, how do we go about enriching the U-235 in natural uranium? When we separate two items, we make use of their differences. The two major uranium isotopes have identical magnetic and chemical properties. No magnet will tug on one more than the other, no solvent will wash away only one isotope, and neither will boil before the other. So to separate them, engineers exploit the one small difference between them. U-235 weighs slightly less than U-238. Less than a 2% difference, just enough to make separation possible, but not easy. That tiny weight difference means that the two isotopes will move at slightly different speeds when exposed to an equal force. To enrich uranium for the first atomic bomb, engineers built immense gaseous diffusion plants that capitalized on the differing speeds. A gas containing uranium flows through miles of piping in a kind of race where the lighter U-235 wins out. The gas flows through a tube encased in a chamber.
A pressure difference between the chamber and the tube causes more of the U-235 to pass through perforations in the tube's wall. To increase the separation, the slightly enriched stream in the chamber is passed through many more stages like this. To enrich 3% U-235 to 90% takes nearly 4,000 stages. Enriching the uranium for the first atomic bomb required a diffusion plant that covered over 40 acres. It housed a maze of 100 miles of piping. These diffusion plants used great amounts of energy to run, compressors generating the pressures needed, and the energy to heat gas flowing through the miles of tubing. Another method of separation exploits the small mass difference by using a centrifuge. A typical device consists of a stationary outer cylinder and an inner rotor that spins. A gaseous mixture of the two isotopes flows up a tube along the central axis, filling the rotor. As it spins rapidly, more of the U-238 is thrown out to the edge than the lighter U-235, which stays closer to the middle. The enriched stream can be removed from the rotor and sent to another centrifuge to be separated even more. The amount of separation is exaggerated here. In an actual centrifuge, the amount of enrichment is a fraction of a percent, so a typical plant might have 60,000 centrifuges to enrich natural uranium to 30% U-235. Such a plant uses 4% the energy of a gaseous diffusion plant. Even though this is a much more efficient process, the precision that the rotors need to be manufactured with makes them very difficult to engineer. The smallest defect, and the rotor spins itself to pieces. That's lucky for us. Otherwise, we might have nuclear devices right next to our microwave ovens. I'm Bill Hammack, the Engineer Guy. This video is based on a chapter in the book, 8 Amazing Engineering Stories. Deze korte stukjes met heel kort, maar heel goed uitgelegde populaire wetenschap worden gemaakt door Bill Hammack. Hij is een chemicus aan de Universiteit van Illinois. URL van zijn website is www.engineerguy.com. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS. En 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Let op, sommige uitzendingen staan niet op youtube.com. Die staan dus alleen op www.PA0ETE.nl. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.PA0ETE.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar x@xdv.me. Wat een saaie uitzending was dat toch weer. Echt niet. Wel waar. Nietes. Welles. Nietes. Welles. Nietes. Welles. Nietes. Welles. Nietes. Welles.